Hordes met fans kwamen af op de signeersessie van de volkshelden Frans Bauer en Marianne Weber. Maar wij staan hier al van 10:30 af, dus wij blijven hier staan om er toch vooraan bij te zijn. Fans, beveiliging en maestro, la musica. Via een achterdeur, nog een deur. Hij komt hier langs? Ja, volgens mij wel. Langs de schappen van de speelgoedzaak. En ze zijn binnen, ja. Waren ze daar? Dames en heren, Frans Bauer en Marianne Weber. Nog snel een praatje met de presentator van onze dagjournaals. Pardon? En de deuren gingen letterlijk los. Einde van de deur van de Free Hackers Shop. De deur van de Free is nu zeg maar volledig uit de sponning gelopen. En ik moet rennen. Na 12 jaar zijn Bauer en Weber weer bij elkaar. Wie vroeg naar wie? Frans heeft mij gevraagd. Het is eigenlijk in de periode dat ik zeg maar stemprobleem heb. Nou, ik heb er toch even over gedacht, echt waar. Ja, echt. Want je dacht, ik dacht echt van ja, dat kan nooit meer zo worden als 12 jaar geleden. Op een gegeven moment gingen we elkaar bellen en merkten we ook beide dat het gevoel er nog altijd was. Maar ja, wij vinden het samen fijn om te doen. En, ja, kijk om je heen. Het is niet normaal. Echt niet normaal. Ah, kijk, ik vind ook een heel klein kusje. Kom eens hier. Wat ben jij lief, zeg.